Wat is camera in beeld? Camera in beeld is eigenlijk niks anders dan een database van de politie, waarin wij kunnen zien waar de camera's hangen. Bij private instellingen of publieke camera's. En aan de hand van die database kunnen wij dus zien als er ergens een overval is geweest of een woninginbraak. Van nou, daar hangen camera's en daar staan mogelijk de daders op. Waarom willen jullie die camera's weten te hangen? Nou, het maakt voor ons de opsporing veel makkelijker. Een rechercheur hoeft dan niet meer langs alle adressen te gaan om na te gaan van zijn er beelden. Zijn die ook opgeslagen en hoe kan ik die krijgen? Hij kan eigenlijk aan de hand van die database kan hij al van achter zijn bureau gaan zien van nou, daar en daar zijn beelden en dit wordt opgenomen. Dus het wordt veel sneller. En waar hangen de camera's? Ja, die hangen eigenlijk overal. We hebben eigenlijk geen zicht op waar die camera's hangen. En of er nou mensen zijn die thuis zo'n cameraatje hebben hangen op een carport naar hun auto en dat daar deels nog de straat op staat, ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen voor ons. Alleen ja, wij weten dus niet waar overal camera's hangen en het zal mooi zijn als mensen zich aanmelden, ja, dan helpt het ons weer met het opsporen. Hoeveel camera's weet je eigenlijk al te hangen? Op dit moment hebben we in Haaksbergen ongeveer 25 camera's van bedrijven in beeld. Daarbij hebben we ook nog de industrieterreinen zoals het Varken en Stepelo, daar hangen ook heel veel camera's, die zijn ook allemaal al aangesloten. Is het dan de bedoeling dat jullie alle beelden continu gaan bekijken of als wat aan de hand is? Nee, dat is dus niet absoluut ook niet de intentie. En dat gebeurt ook niet, want wij kunnen niet meekijken op die camera's. Het is puur alleen maar om inzichtelijk te maken van waar hangen camera's en kunnen we die eventueel gebruiken. Dus het is niet zo dat wij vanuit het politiebureau mee gaan kijken met beelden. Dus het is geen Big Brother is watching you gedoe. Nee. Dus mensen kunnen zich aanmelden bij jullie, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen terecht op de politie-site www.politie.nl/CIB. Dat is de afkorting van camera in beeld. Daarop kunnen ze een formulier invullen en dan wordt alles in werking gezet. Maar ze kunnen eventueel ook bij de politiepost kunnen ze terecht voor meer informatie. Gaan jullie dan kijken waar de camera hangt en eventueel aanwijzingen geven of die nog beter moet hangen? Nee, dat is in eerste instantie niet de intentie. Het is wel zo als wij buurtonderzoeken aan het doen zijn en wij zien camera's, dan gaan wij wel die mensen benaderen van of ze eventueel willen aansluiten bij het camera in beeld project. Ja.